Vroeger is alweer een tijdje geleden. Het oude vertrouwde is opeens niet meer van deze tijd. Het raakt verouderd en soms ook versleten. De tijd schrijdt voort. Dingen veranderen. En soms is het nodig om ze te herzien of te vernieuwen. Ook in Ouder Amstel. Bijvoorbeeld de zorg. Veel zorgtaken zijn nu ondergebracht bij het zorgadviespunt. Dit is het zorgadviespunt Ouder Amstel. Dat is voor alle inwoners van Ouder Amstel die vragen hebben op het gebied van de wet maatschappelijke ondersteuning of de jeugdwet. Het is niet nieuw, maar er zijn in 2015 wel meer taken bijgekomen. De WMO bestaat sinds 2007. En sinds 2011 is het Centrum Jeugd en Gezin bij ons gekomen. En dat is sinds 2015 het zorgadviespunt samen geworden. Stel u heeft een beperking waardoor u uw huishouden niet optimaal kunt doen. Dan kunt u contact met ons opnemen. We hebben in elke dorpskern hebben we een spreekuur. En dagelijks hebben wij telefonisch spreekuur. Dus u kunt contact met ons opnemen. En dan afhankelijk van de vraag komen we bij u thuis voor een zogenaamd keukentafelgesprek. Iedereen kan er gebruik van maken. Kinderen die klem zitten of die vragen hebben of problemen hebben met hun ouders of gepest worden door vriendjes, die kunnen hier terecht. Als kinderen echt ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld bij dyslexie of bij ernstige gedragsproblemen, dan kunnen we dat initiëren. En ouderen is inderdaad vaak hulp bij het huishouden of een woonaanpassing, regiotaxi, vervoersvoorzieningen, dat soort zaken. Maar kunnen dan ook kijken van, goh, zijn er oplossingen te bedenken die u zelf kunt uitvoeren of uw netwerk? Zijn er misschien algemene voorzieningen zoals bijvoorbeeld kooskamer van coherente of regiotaxi? Er worden heel veel vragen gesteld. Er is ook heel veel onduidelijkheid van, moet ik hier terecht of moet ik... Dat maakt niet uit, kom maar, we zoeken het samen uit. Ja. Veel ouderen blijven tegenwoordig zo lang mogelijk thuis wonen. En vaak gaat dat goed. Maar er is ook een groep die steeds minder sociaal contact heeft en geïsoleerd dreigt te raken. Voor hen organiseert Coherente, samen met vrijwilligers, twee keer per week Co's Kamer. Een plek waar ouderen gezellig een kopje koffie kunnen drinken, een praatje kunnen maken, een spelletje spelen en samen lunchen. Dus te hopen dat er meer mensen bij komen, want het is heel gezellig. Een beetje babbelen met elkaar, want anders zit je toch de hele dag alleen. Voor alle bezoekers een welkom samen zijn. Als je ouder wordt, is het ook belangrijk om in beweging te blijven. Eén keer per week komt de wandelclub de Ouder Amstel Rollers in actie. De Amstel Rollers, dat zijn dus mensen die met de rollator lopen hier. En ze komen uit het dorp, uit de Ouderkerk vandaan. En Duivendrecht gaat het ook opzetten. Ja, we doen het eigenlijk om de mensen wat mobieler te maken. Dat ze dus in beweging blijven. Sinds juni vorig jaar zijn we gestart hier bij Coherente met de rollatorloop. Nou, in september zijn we dus in het stadion geweest. Daar met z'n allen gelopen. Iedereen heeft een medaille gehad. Vandaag was het de bedoeling om naar het gemeentehuis toe te gaan. Want we hadden hier een receptie. En toen was de burgemeester aanwezig. En hebben gevraagd van, is het goed dat we een keertje naar het gemeentehuis komen? Ze zei, nou, dat is heel leuk. Ze zegt, en dan wil ik ook dat ze op mijn kamer komen. Nou, dat hebben we vandaag eventjes gedaan. Kom alsjeblieft erbij. En hoe meer ziel, hoe meer vreugd. En wij passen ons aan de tempo van de mensen. Dus niet andersom. Ook onze omgeving verandert en verouderd. Daarom is het van enorm belang dat de vrijwilligers van de werkgroep Ruimtelijk Beleid, Openbaar Vervoer en Verkeer, RBOVV, kritisch en deskundig meekijken naar de inrichting en planontwikkeling van de omgeving. En desnoods hun stem laten horen aan de lokale politiek en bestuur.
Dankzij de nieuwe website, de buurtverbinding, is het nu makkelijker voor inwoners van Oude Amstel elkaar te vinden en hulp te vragen of aan te bieden. Je maakt heel eenvoudig een account aan op de website. Daarna kan je een bericht of een oproep plaatsen en de berichten van anderen bekijken. Zo brengt de buurtverbinding de inwoners van de wijk met elkaar in contact. Gelukkig werken al veel betrokken buurtbewoners en vrijwilligers mee aan een beter Ouder Amstel. Voor iedereen. Maar er is altijd meer hulp nodig. Er is namelijk heel veel te doen in de wijk. En een bijdrage van haar inwoners is onmisbaar. Kom langs, we kunnen samen kijken naar de mogelijkheden. Je bent altijd welkom. Of kijk op de website van Coherente voor meer informatie. Samen staan we sterker. Coherente. Laten we wel zijn.